Hoi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag heb ik voor jullie 10 tips voor als je je niet lekker voelt. Dus als je gewoon ziek bent, verkouden, een griepje hebt of wat dan ook. Ik ben de afgelopen week heel erg ziek geweest en daarbij heb ik deze dingetjes een beetje toegepast om zo snel mogelijk weer beter te kunnen voelen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn 10 tips voor als je ziek bent en om je weer lekker beter te kunnen voelen, kijk dan vooral mee. De eerste tip die ik vandaag met jullie wil delen is luister naar je lichaam. Dat is zo belangrijk wanneer je ziek bent. Vooral de eerste dagen dan voel je al helemaal niet lekker. Dan is het gewoon van slecht naar slechter en allerslechts. En dan, ja, het wordt gewoon, het lijkt wel een explosie. Alsof je eerst een beetje verkouden bent en daarna word je weer nog zieker, nog zieker. Vooral wanneer je gewoon door gaat werken. En wat belangrijk is als je ziek bent, dit kan zijn verkouden of heel erg last van je keel hebben. Of een droge keel of keelontsteking, whatever. Het kan echt van alles zijn. Maar dan is het zo belangrijk om gewoon thuis te blijven en lekker in je bed te kruipen. Ga dan niet doorwerken. Als je een zware baan hebt bijvoorbeeld, je moet de hele dag in de winkel staan, is het gewoon niet verstandig om door te gaan. Als je niet lekker voelt, je bent ziek, ziek is ziek. Blijf dan vooral lekker thuis, ga lekker onder de dekens liggen en kijk je favoriete serie in bed. Maar alleen zo zul je opknappen. Als je ziek bent, zie ik goed uit en luister gewoon naar je lichaam. Kan je lichaam het niet meer aan? So be it. Je werkgever die zal het heus wel begrijpen als je niet lekker voelt. En die zal je ook vanzelf wel naar huis gaan sturen als hij ziet dat jij snotterend achter de computer zit of in de winkel staat. En gewoon niet meer kunt. En gewoon niet meer aardig kunt zijn tegen klanten. Dan is het gewoon verstandig om naar huis te gaan. Dus ziek is ziek. Lekker in bed liggen. En laat je goed verzorgen door je vriend of je vriendin. Er zal vast wel iemand naar je toe komen met een fruitmandje misschien. Dus dat is mijn eerste tip als je ziek bent. Een tweede tip van mij is, wat ook heel erg belangrijk is, is water drinken. Veel water drinken. Als je ziek bent, moet je gewoon je lichaam reinigen. Het heeft tijd nodig om zichzelf te herstellen. Maar daarbij is het goed om gewoon veel vocht binnen te krijgen. Sowieso is het belangrijk om iedere dag veel water te drinken. Maar als je ziek bent, hou je er dan ook echt aan. Want dan zul je merken dat je snel weer beter voelt. En je kunt natuurlijk ook gewoon thee drinken. Bijvoorbeeld groene thee of thee met honing. Kamillethee bijvoorbeeld met honing is altijd weer heel erg lekker als je ziek bent. Of verse muntthee met honing erbij. En dat is gewoon goed als je in ieder geval wel veel drinkt als je ziek bent. Ik heb van die grote drinkglazen van de IKEA. Heel erg fijne drinkglazen. Die vul ik altijd helemaal vol met water. En daar doe ik dan wat citroenschijfjes bij. En dan heb ik toch een beetje een smaakje aan mijn water. En dan drink ik gewoon echt de hele dag door wel 5 glazen in één stuk door. En dat vind ik gewoon, ja, ik vind het heerlijk. Het is ook verfrissend. En als ik me ziek voel, merk ik ook dat het mijn lichaam, ja, ik denk dat het water drinken gewoon ook het healingproces wel versnelt. Tip 3 is natuurlijk veel groente en fruit. En hoe vaak je dit ook hoort van iedereen is dat het zo belangrijk is om veel groente en fruit binnen te krijgen. Als je eenmaal ziek bent of je voelt dat je ziek gaat worden, dan is het al te laat. Dus fruit moet je eigenlijk gewoon zo vaak eten. Ook als je niet ziek bent is fruit heel erg belangrijk voor je. En ook groente, dat je echt ja, aan de groente, aan het aantal ons groente per dag komt. En ook aantal ons groente en fruit natuurlijk. Ik vind het altijd heel erg lekker om kiwis, bananen, aardbeien te snijden in stukjes. En daar gewoon een lekker fruitkommetje van te maken. En dat gewoon lekker te snacken tussendoor. Dat is iets wat je zeker niet kunt overslaan als je ziek bent. Maar niet alleen als je ziek bent zoals ik al zei. Maar gewoon altijd genoeg fruit eten. Want dat voorkomt ook dat je snel ziek wordt. Want de mensen die nooit fruit en groente eten, die hebben gewoon een lage weerstand. En dan merk je dat je gewoon heel snel ziek wordt. Tip nummer 4 is, sleep jezelf onder de douche. Het is soms zo lastig om uit bed te kruipen als je gewoon niet lekker voelt. Maar wat ik merk is, als ik ziek ben en ik voel me gewoon zo beroerd dat ik denk van oké, nu moet ik echt gaan douchen. En wanneer ik eenmaal onder de douche sta en die stoom komt om me heen en ik gebruik lekker douchegel met kruidengeur. Dus dat het echt gewoon een beetje etherisch ruikt in de douche. En dat stoom en alles, dat maakt alles gewoon los. En vooral als je verkouden bent is het heerlijk als het loskomt. En dat je dan gewoon lekker weer kunt snuiten als je uit de douche komt. En dat je dan gewoon weer wat beter voelt. En als je ziek bent, dan wil je natuurlijk niet slaperig en moe voelen de hele dag. En je zult merken dat als je hebt gedoucht, dat je gewoon weer lekker fris voelt. En dat je weer eventjes wat extra power hebt, omdat je weer eventjes hebt gestaan. Je hebt gestoomd, dus je neus is weer open gaan staan. En dan kun je altijd weer het bed inspringen als je dat hebt gedaan. Tip nummer 5 is, zet af en toe een raampje open. Dit is zo belangrijk om gewoon lekker eventjes frisse lucht te hebben. Het is echt niet goed om de hele dag in je bed te gaan liggen en diezelfde zieke, zeg maar, lucht binnen te ademen. Dus je ademt eigenlijk als het ware de hele tijd die zieke lucht van jezelf, wat je uitademt, weer in. Het geeft gewoon een goed gevoel als je gewoon eventjes die buitenlucht inhaleert. Dat voelt gewoon echt heel erg goed aan. En vooral als je ziek bent, dan is het eigenlijk ook wel goed om eventjes te gaan wandelen. Doe maar een klein blokje om je huis bijvoorbeeld. Maar dan ben je in ieder geval eventjes buiten geweest. En dan zul je merken dat het ook weer gewoon een soort van extra boost geeft wanneer je ziek bent. Dat je gewoon weer denkt van oké, ik kan er weer heel eventjes tegenaan. En daarna kun je altijd weer in bed gaan liggen, zoals ik net ook al zei.
Tip nummer 6 is slaap eventjes tussendoor. Het is zo belangrijk dat je lichaam af en toe eventjes rust krijgt. Als ik eventjes ga liggen op de bank en ik merk dat ik moe word, dan ga ik ook gelijk even een half uurtje slapen. En dan word ik weer wakker van geluiden of ik voel eventjes niet meer dat ik moe ben. Dan zegt mijn lichaam vanzelf, oké, je wordt nu wakker en dan gebeurt dat. Maar dan voel ik me ook gelijk weer een stuk beter als ik gewoon eventjes een half uurtje heb geslapen. En natuurlijk s'avonds gewoon lekker vroeg en op tijd naar bed gaan. En voordat je gaat slapen eventjes wat lavendelspray bijvoorbeeld op je kussen doen en dan zul je heerlijk slapen. Slapen is goed voor je. Slapen maakt je gewoon weer snel fit en beter. Dus dat zul je zeker merken als je ziek bent en je gaat lekker veel slapen. Je lichaam die houdt van slapen, dus dat kun je zeker doen. Tip nummer 7 alweer is vermaak jezelf met YouTube filmpjes of met series. Lees een leuk boek in je bed en je vergeet eventjes dat je ziek bent als je afleiding hebt. En dat is zo belangrijk. Altijd als ik in bed lig en ik voel me ziek en dan denk ik van oh, en ik wil eigenlijk het liefst naar buiten of naar vriendinnen toe of gewoon werken. Ik wil gewoon iets doen. Maar dan is het best om je gewoon te vermaken met filmpjes in bed. Ik vind het altijd heerlijk om gewoon mijn iPad te pakken en dan YouTube filmpjes te bekijken van andere meiden. Of leuke series te kijken op Netflix. Dat is ook altijd weer iets wat ik graag doe. Of gewoon op mijn telefoon. Het maakt niet uit waar je het op kijkt. Als je maar in ieder geval een beetje afleiding hebt. Je kunt natuurlijk ook op je tablet of gewoon een echt boek gaan lezen wat jij fijn vindt. In ieder geval dat je eventjes niet denkt van oh wat ben ik zielig, oh wat ben ik ziek. Gewoon eventjes afleiding in je bed zoeken. Tip nummer 8 alweer en dat is draag lekkere comfortabele kleding. Trek je onesie aan of trek een heerlijke warme pyjama aan, een lekker warm vest. Of gewoon iets waar je lekker snuggly in voelt en zodat je gewoon lekker kunt uitzieken thuis. Vooral iets wat lekker wijd zit, dat ligt gewoon het lekkerst. Dus dat is tip nummer 8. Tip nummer 9 alweer, de ene laatste tip. Laat je goed verzorgen. Heb je een vriend, een vriendin of iemand anders in de buurt bij jou die je gewoon af en toe wel eventjes langs kan komen om iets voor je te doen? Zorg er dan voor dat hij dat voor je doet. Want zelf kun je gewoon bijna niets als je ziek bent. En het is zo belangrijk om echt niets te doen. Dus mocht je daar nou weer rommel zien liggen of daar ligt rommel in je huis, laat het eventjes liggen. En natuurlijk geeft het wel ook weer kalmte als je een netjes opgeruimd huis hebt. Maar ik weet zeker dat als jij een vriendin belt en vraagt of ze je eventjes wil helpen in het huishouden of iets anders voor je kan doen, dan zal ze dat heus wel voor je doen. En als je een vriend hebt die dat voor je kan doen, dat is al helemaal super. Want die doen het altijd wel heel graag voor je, neem ik aan, als je al ziek bent. En dan de laatste tip nummer 10. En dat is ziek goed uit. Dat is het allerbelangrijkste. Het is niet goed als je bijvoorbeeld 2 dagen ziek thuis bent gebleven. En je voelt je nog niet helemaal goed. Maar toch ga je weer werken. Dan zul je meteen merken dat je weer helemaal een inkakker krijgt. Denk niet te veel na over dingen. Ga afleiding zoeken door je iPad te pakken en lekker dingetjes daarop te doen. Filmpjes kijken zoals ik al zei. Pas gewoon de dingen toe die ik zojuist heb genoemd en je zult je snel weer beter voelen. In ieder geval hoop ik dat jullie er wat aan hebben gehad. En laat jouw tips ook eventjes weten in de comments, want dat vind ik ook wel heel erg leuk om terug te lezen. En voor mij misschien ook wel handig als ik nog een keertje ziek ben. En voor anderen is het ook leuk om terug te lezen wat anderen voor tips hebben. Dus laat die zeker achter in de comments. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Fem. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Ik ga je vandaag laten zien hoe je eigen quotes op kussens kunt krijgen. Mocht je nou benieuwd zijn hoe ik dit gedaan heb, blijf vooral kijken.